We staan hier in het kantoor van Nutanix hier in Hoofddorp, bij het station. Wat is de reden dat jullie gaan verhuizen? Ja, het is het EMEA-hoofdkantoor voor Nutanix wereldwijd. En 6 jaar geleden ben ik begonnen hier inderdaad in Nederland als een van de eerste werknemers in Europa. En een klein half jaar later hebben we ons eerste kantoor hier mogen openen, 200 vierkante meter. En we gaan vandaag naar een kantoor net aan de andere kant van de straat, 3200 vierkante meter, betrekken. Ja, dat heeft natuurlijk het gevolg gehad van de immense groei die we als organisatie hebben door mogen maken. De laatste 6 jaar, de laatste jaren. Niet alleen qua klanten, partners, maar ook qua interne employees. We hosten hier ons EMEA hoofdkantoor. Wat wil zeggen dat we alle supporting functies ook hebben, dus het support. Het sportcentrum zit hier onder andere ook. Ja, dus we zijn vandaag heel trots dat we realloceren naar een nieuw, zeer innovatief, mooi kantoor. Wat is de reden dat jullie zo sterk zijn gegroeid de laatste jaren met het Nutanix Enterprise Platform? Ja, met name denk ik de snelle adoptie. Ja, je ziet natuurlijk als je specifiek praat over Nederland, dat Nederland een land is waarin heel veel innovatie naar boven komt. Dus heel veel klanten die toch kijken naar nieuwe technologie, die een versimplificatie willen van hun datacenter en of de reis die zij aan het maken zijn richting de cloud. En Nutanix is daarin een hele belangrijke speler geworden. We staan hier in het nieuwe pand van Nutanix in Hoofddorp en je hebt ook een hoop partners uitgenodigd. Wat heb je met ze gedaan vandaag? Ja, inderdaad. Het zijn uiteindelijk ook de partners die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Hè? Die ons schaalbaarheid hebben geboden in de markt. En ook onze technologie hebben bevestigd naar hun eigen klanten. En wat we vandaag hebben gedaan is eigenlijk de eerste Channel Rockstar Awards ceremonie. Dat is vanochtend geweest. En daarbij heeft Dheeraj een aantal belangrijke individuen binnen het kanaal, binnen ons partnerlandschap, een mooie award overhandigd. Waarom is Nutanix technologie zo interessant voor channel partners? Waarom zouden ze dat kunnen oppikken en hun klanten daarmee ontzorgen? Ja, omdat je eigenlijk met de Nutanix technologie je klant gewoon future-proof maakt. Je zorgt er eigenlijk voor dat je alle gemakken van een public cloud kunt introduceren in je private cloud. En het belangrijke voor partners met name is dat je er ook echt een business op kunt bouwen. Het is niet zozeer een resell enkele keer van een product, maar er is een hoop vervolgbusiness wat erop te creëren, door middel van diensten, services, support, etc. En dinsdag, dus morgen, is een hele belangrijke dag volgens mij. Ja, absoluut. Morgen .next on tour in Utrecht. Het is de eerste keer dat we daar een Benelux evenement van maken. Vorig jaar was dat inclusief de Nordics. Ja, en ik heb gekeken naar de hoeveelheid inschrijvingen. Dat is gewoon echt spectaculair. Dus het wordt echt een mooi feestje. Belangrijk voor ons was dat het niet een noodzakelijk opvolging zou zijn van .next in Londen. Maar dat we gewoon echt een eigen identiteit aan hebben gegeven. Een Nederlands Benelux evenement met topics die relevant zijn voor onze markt hier lokaal. Why did you open this new office? What's the success of Nutanix right now? One of the things that we've constantly done in the last 9 years is grow our people, and that's a big part of our growth of the business itself. So getting everybody together in the same big building, having people collaborate better, learn from each other is biggest reason for having a very good office here in Amsterdam. We've hired a lot of great talent in support functions, finance functions, HR functions, and sales, of course. And getting them all under one roof is very important. The success of Nutanix is also thanks to Nutanix partners. Partners are making Nutanix successful, but also Nutanix makes partners successful. What's the message to the partners? The first message to the partners is come over, spend some time in this building, in this office with us. Learn together. We learn from you and you learn from us. But also bring customers over to this new office now. So there's a lot of executive briefings that we would love to do here in this office. And the more customers we bring here, the more partners we bring here, the more channel sales engineers we bring here for training, the better it is for our partnership. What's the message to the IT decision makers, to the line of business, to the CIO, to the IT managers of you? I think the biggest message for the line of business and the CIOs and our buyers and our customers is that multi-cloud is a reality and they have to figure out how to navigate the sovereignty laws of the land, like coming to what it means to own applications and own data. So I call them laws of the land, laws of physics, which is about data gravity, and finally laws of economics, what to own, what to rent, will really help them understand what the multi-cloud architecture of their IT department looks like. Can you tell me something more about the growth success of Nutanix, especially about the technology? We are here today to celebrate the opening of kind of the
the Amsterdam office 2.0, if you will. When we opened our first office here almost 6 years back, we were like a team of like, you know, 12 people to begin with. And in the span of 6 years, this office is right now close to 200 people. And it's all thanks to our end customers and the broad community of partners that we have built over the last several years. And in the end, that success has been underpinned by the core value of HCI, the sort of the groundbreaking technology that we introduced into the market to really improve the experience of our customers when it comes to their data center experience.